Oké. Welkom, welkom, welkom. Ja. Nu wel, hè? Wel, hè? Ja, het blijft voor mij een uitdaging, maar goed. We zijn met een klein groepje, met een mooi groepje. We gaan starten met de week energie. Ik hoop dat het goed gaat met iedereen. Ik zal even mijn kaarten erbij pakken. En zoals jullie weten heb ik ook nieuwe kaarten. En ik ga kijken of ik die zo meteen ga gebruiken. Want ik weet niet hoe dat gaat zijn met het licht. Boven zag het er allemaal mooi uit. Maar goed, hier beneden heb ik toch iets ander licht. En ik zal even ook even kijken. Want ik heb vandaag natuurlijk de bekendmaking van de winnares. Die heeft meegedaan met de 750 giveaway. Ik moet even spieken naar haar naam. Dat ik het goed uitspreek. Daar ga ik zo meteen even als eerst mee beginnen. En dus ik hoop dat het goed met je gaat. Als jullie zin hebben in deze week. Dat is de week, het is precies bijna een week geleden van die volle maan. Hè. De volle maan in Vissen was best wel voor een aantal van ons een heftige volle maan qua energie. Dus ik hoop dat iedereen daarvan is bekomen. En morgen is het ook weer een hele mooie dag. Als het gaat om numerologie is het 9-9. En daarnaast gaat ook Mars retrograde, volgens mij, retrograde lopen. Hé, wat een toeval. Ik heb net een heerlijk theemomentje. Nou, welkom, welkom. Dus morgen gaat ook Mars retrograde lopen. En ik ben geen astroloog, maar wat ik mij wel weet van Mars is natuurlijk een vuurteken. Dus het kan de komende paar maanden kan het wat vuriger zijn, noem ik het maar even in positieve zin, als in negatieve zin, als je daar gevoelig voor bent. In positieve zin is het natuurlijk een uitnodiging om aan de slag te gaan met your inner fire, je passie. En daarop lekker op te thriven, zoals we dat mooi noemen in het Engels. Aan de andere kant is het ook voor een aantal van ons, vooral die al een temperamentvolle karakter hebben. Hè? Dus de temperamentvolle vrouwen onder ons. Om de komende maanden bewust te zijn van de Mars-energie. Wat mogelijk invloed heeft op jou, op je functioneren. En daarnaast, wat me ook is geleerd over de Mars-energie, is het heeft ook te maken met seks. Dus, heel veel plezier de komende maanden, ladies. Nee hoor. Laat even weten hoe het met je gaat. Jullie hebben al hier gereageerd in de chat. Hoi, hoi, alles goed hier. Gaat goed, gaat goed. Een handje van iemand, hallo. En hier ook hoi, hoi. Nou, heerlijk theemomentje. En we gaan even samen kijken naar deze week. Voor de mensen, haha, ik ben single. Nou, hè? Maak gebruik van de Mars-energie. Voor de mensen die mij nog niet kennen, ik ga vanuit van wel. Hè. Ik ben daily coffee coach en intuitive reader. En daarnaast heb ik nog meer rollen en titels. Maar voor nu vind ik dat wel voldoende. En ik ga aan de slag zo meteen met de kaarten. Gaan we kijken naar deze week. Naar de weekenergie. En omdat het morgen dus 9-9 is. En sowieso, hè, meestergetallen. En cijfers, dus getallen aan zich, dragen allemaal een trilling. Hebben allemaal een bepaalde energie. En 9 staat in het tarot voor afronding. Hè? Dus afsluiting, afronding om weer naar de next level te gaan. Maar goed, in de tweelingzielenreis kan het zijn dat je je tweelingziel wat sterker voelt. De dagen ervoor of op zo'n dag wat dan een dubbele getal heeft. En daarnaast is het ook nog eens een keer de Engelenpoort, heb ik me laten informeren, die morgen open gaat. Dus er komen sowieso heel veel hele sterke energieën naar de aarde. Dus altijd met dubbele getallen, dus dubbele cijfers, double digits. Dat heeft een betekenis en 9 staat onder andere voor afronding. Dus wat ik heb gedaan is, ik heb een aantal kaarten getrokken voor morgen alvast, voor de tweelingzielen onder ons. Maar ook als je niet in de tweelingzielenreis zit, heb ik een boodschap voor je. Want deze kaarten waren zo mooi dat ik dacht van, nou, dat gaat niet alleen over tweelingzielen. Het heeft gewoon betrekking op ons allemaal. Ik heb gevraagd wat ik mee mocht geven aan jullie over het getal 9. En daaruit vielen, even kijken, 4 kaarten. Die vielen ook echt zo in een mooie waaier. Dacht ik, nou, die moet ik dan hebben. Het is een deck wat ik bijna nooit gebruik. Hè? En ik heb volgens mij ongeveer 100 decks. Dus er zullen een heleboel zijn die ik bijna nooit gebruik. Als je hem mooi vindt, volgens mij staat hij op mijn website. Op mijn tarotkaartenhoek. En anders zal ik het nog even plaatsen, want ik loop iets achter met administratieve werkzaamheden. Dus ik moet nog dingen bijwerken, zoals de tarotkaartenhoek. Daarnaast heb ik nog een aantal video's die ik nog moet posten.
Dus dat ga ik allemaal ook nog deze week doen. Of althans een start maken, zodat ik wel op een gegeven moment weer lekker bij ben. Want dat vind ik gewoon het prettigst werken. Dit dek is volgens mij dan ben ik weer de titel kwijt. Oh, heerlijk. Nou, ik heb het volgens mij in mijn story, dus ik kan altijd nog even kijken. Maar, Earth Magic is het. Dat is, dit dek is Earth Magic. Ik vind de achterkant vind ik gewoon heel mooi. En de kaarten zijn ook heel mooi, maar ja, je moet ervan houden. Dus ik ga beginnen met de boodschap voor 9-9. Dus 9 september. In eerste instantie heb ik het getrokken voor de tweelingzielen. Wat ik aan jullie mee kon geven. En aan de andere kant, toen ik de boodschap zag, dacht ik van ja, weet je. Of de kaarten zag, dacht ik ja, weet je, dit is voor ons allemaal. Dus ik ga even intunen op de kaarten om daarmee te starten. Want ik heb de kaarten getrokken, maar ik kijk er meestal niet te lang naar. Want ik hou ervan om inspiratie te krijgen in het moment. Dus ik ga even intunen op de kaarten en even kijken. Nou ja, de kaarten die eruit zijn gekomen zijn Rain, Purification, Island, Solitude, Lightning, Power en New Moon, Promise. En die vond ik echt heel mooi dat die kaart als laatste eruit viel. Hè? Want mijn vraag was voor de tweelingzielen. Nou, je ziet ook twee mensen staan, twee geliefden, die kijken naar het water. Die kijken als het ware naar de toekomst. Dus dat vond ik wel een hele mooie, ja, mooie energie. Oké, let's begin met Rain. Kom als eerste eruit. Rain is purification. En voor mij is purification jezelf zuiveren. En ik denk dat het voor ons allemaal geldt. Los van of je in de tweelingzielenreis zit of niet. Dat het belangrijk is om jezelf te zuiveren. Al deze dagen. En vooral morgen op 9-9. Maak gebruik van de engelenpoort die open gaat. Maak gebruik van de energie. Van 9-9, het getal 9 van afronding. En zuiver jezelf van alles wat jou niet meer dient. En het gaat niet alleen maar over energie. Het gaat over gedachten die je hebt die misschien helemaal niet meer passen bij de persoon die je wilt zijn. Vooral als je gewend bent om bijvoorbeeld heel onzeker te zijn. Of niet in jezelf te geloven. Of zoiets te hebben van, nou ja, weet je, er is me zoveel overkomen de laatste tijd. Ik weet niet meer hoe ik hieruit ga komen. Of je hebt het gevoel dat je vaststaat, vastzit, dat je niet verder komt. Maak er gebruik van om je daarvan te zuiveren, om dat los te laten. En het hoeft niet eens een hele grote ceremonie te zijn. Gewoon puur een intentie hebben en die ook uitspreken dat je daar afscheid van neemt. En vergeet dan ook niet om daar nieuwe intenties voor te plaatsen of te ontwikkelen. Of in ieder geval nieuwe gedachten of overtuiging daarvoor in de plaats te hebben. Hè? Dus het is niet alleen maar waar neem ik afscheid van, maar wat ga ik daarvoor in de plaats nemen. Dus dat is wat mij betreft de purification. Purification is ook je huis reinigen en zuiveren. Dat heb ik vandaag ook gedaan. Ik ben nog niet klaar. Je kan met Palo Santo. Je kan met Sali. Nou, ik ben zelf geen fan van Sali. Of gewoon wierook. Ik heb nu op Dragon Blood. Zo'n smudge stick. Daar ga ik lekker mezelf mee wieroken. En straks ga ik iemand vragen die hier komt om mijn energie te wieroken. Het is altijd fijn als iemand anders het voor je doet. Maar zelf doe ik het ook. En wat ik wat heerlijk vind als een ander het voor mij doet. En die gaat dan op bepaalde plekken met die smudge stick in mijn aura. Ja, dan voel ik gewoon alsof er, ja, shit wil ik bijna zeggen, eruit gaat. Allemaal rommel, allemaal rotzooi, energetische zware dingen die ik bij me draag. Die dan toch wel uit mijn systeem mogen. Dus deze kaart nodig je uit om te zuiveren. Daarnaast gewoon ook lekker douchen. Veel douchen, jezelf reinigen. En tijdens het douchen, dus heel, heel bewust douchen. Intentional showering. Ik weet niet of dat bestaat, maar bij deze. Dus met intentie onder de douche staan. De intentie dat je jezelf reinigt en zuivert. En wat je ook kan doen, is je kan bijvoorbeeld visualiseren dat je goud licht uit je douchekop komt. Of een andere kleur licht waarmee je jezelf zuivert. Dit is ook de kaart van tijdens meditatie je verbinden met wit licht, blauw licht, zilver licht, wat hebben we nog meer, geel licht, weet je? Dat je daarmee verbindt en dat je daarmee jezelf, maar ook al je energielichamen reinigt. Deze kaart is ook de kaart, staat ook rust. Ik zie ook heel veel regen. Nou, weet ik dat we lekker weer gaan krijgen, maar net als de regen alles schoon, hè, de aarde als het ware schoon maakt, noem ik het maar even, zuivert. Wordt er ook aan jou gevraagd om dat te doen. Vooral morgen, of in ieder geval namorgen, moet je eigenlijk elke week doen, wat mij betreft.
Of een paar keer per week. Maar dat is in ieder geval wat aan ons wordt gevraagd. En vooral ook omdat morgen de Engelenpoort open gaat. Zoals ik me heb laten informeren. Zodat je gebruik kunt maken van de nieuwe energie. Daar gaat het om. De nieuwe energie. We gaan ook naar de laatste kwartaal van het jaar. Dus maak gebruik van de nieuwe energie. We gaan ook over van zomer naar herfst. Dus ook dat is weer een nieuw seizoen. En gewoon een nieuw begin. Island, solitude is ook wat er uitkwam. En dit gaat over, wat ik heel mooi vind, er staat daar een, ik weet niet wat voor boom of struik, het heeft vaste naam, maar dat weet ik niet. Maar die staat daar te bloeien heel mooi, maar die staat in het donker en hier zie je dan toch wel licht doorkomen. Dus er wordt aan jou gevraagd, er wordt aan jou gevraagd om je terug te trekken, om tot jezelf te komen. En dat gaat ook helpen bij de purification, hè. Om goed na te denken over wat dient mij niet meer en wat mag ik loslaten. En waarvan of waardoor of waarmee kan ik me zuiveren. Deze kaart gaat ook over je eigen plek in de wereld krijg ik door. Dus wat is jouw rol hier op aarde of in de wereld of in je gezinssituatie of op je werk. Of in je tweelingzielenconnectie. Wat is jouw rol daarin? Het gaat om jouw rol en dat je die met andere ogen mag gaan bekijken. Ben je tevreden over hoe jij nu in het leven staat? Ben je tevreden over hoe de dingen gaan? Haal je voldoening en plezier uit de dingen die je doet? De relaties die je hebt en die je onderhoudt met anderen. Zijn dat relaties die jou empoweren, die jou ondersteunen in je reis? Zijn dat relaties waarvan je echt zoiets hebt van, nou weet je... Hier word ik nou echt gelukkig van, tevreden door. Weet je, het zijn uplifting mensen om me heen. Of heb je alleen maar van die zuigers om je heen. Of de term ook alweer? Ik kom er straks wel even op. Ja, ik kom er even niet meer op. Maar goed, of zijn het mensen om je heen, de frenemies, hè? De frenemies. Dus mensen doen zich voor alsof ze je vrienden zijn, maar ondertussen zijn het niet je friends, maar je enemies. Als je daar ook heel veel van om je heen hebt, wat maakt dat je nog steeds met dat soort mensen om blijft gaan? Kijk, als je gewoon geen keuze hebt, is een ander verhaal. Maar als je wel kunt kiezen om daar afstand van te nemen, omdat die mensen toch wel een bepaalde energie bij zich dragen, maar ook om iets van jou eisen en vergen, dan zou ik daar gewoon afstand van nemen en afscheid van nemen en voor jezelf kiezen. Dus dat is dus deze kaart, om je terug te trekken en even alles gewoon te overzien. Daarna kwam Lightning Power. Oeh, I love it, I love it, I love it. Doet me denken aan Mars, hè? Ja, en de vuurenergie. Maar dit gaat gewoon over je eigen power. Dit gaat gewoon over kracht. En wat betekent kracht van jou? En wat ik al hier bij deze kaart voelde, is over jouw plek in de wereld, hè? Dus hoe kan je ook nog meer vanuit je eigen kracht hier in het leven staan? En veel meer... jezelf zien als schepper. Jezelf zien als iemand die dingen kan creëren. Maar echt vanuit de eigen kracht. En niet zozeer van wat anderen doen. Of hoe anderen iets creëren. Door invloed van door invloed van anderen. Nee, het is meer vanuit jezelf. En echt kunnen vertrouwen. Dat is hier de lightning. Dat dit jij bent. En jij hebt die power ook. In jou. Dit is wat mij betreft ook de manifestatiekracht die in ons allemaal zit. Dit is wat mij betreft ook de magic, hè, die we allemaal in onze vingers hebben. En dat je gewoon mooie dingen kunt gaan creëren. Dus dat is deze kaart die nodigt jou uit om te kijken van wat is nu mijn kracht. Eerst wat je gaat doen is je gaat jezelf reinigen van alle drama en alle zwaarte en alles wat jou niet meer dient. Vervolgens ga je dan nog een keer naar binnen keren om te kijken van wat zit er allemaal nog steeds. Dat zei ik volgens mij laatst ook in mijn laatste reading. Die wat te maken had met de volle maan. Dus wat zit er nog steeds in jou waar je afscheid van mag nemen. Maar ook nadenken over de toekomst, over jouw rol. De rol die jij nu hebt. En vervolgens ga je kijken van wat is mijn kracht? En hoe ga ik mijn, vanuit mijn eigen kracht, hoe ga ik handelen en alles wat ik wil creëren in de wereld brengen en zetten. En aankomende zaterdag ga ik
live in mijn besloten Facebookgroep. En dan ga ik een masterclass geven over, of training hoe je het wil noemen, over de drie dimensies, de 3D, de 4D, de 5D. En vooral hoe belangrijk dat is als je in de tweelingzielenreis zit, om je daarvan bewust te zijn. En want dat gaat dus ook over van hoe jij de dingen beleeft. En dat gaat dus ook over je creatiekracht. Hè? Want wanneer kan je het beste manifesteren? Je manifesteert sneller als je vanuit de vijfde dimensie dingen aanpakt. Maar hoe voelt dat dan? Hoe ziet dat eruit dan bijvoorbeeld? Of als je in een hele lagere energie zit. Of je wordt heel onzeker. Of je voelt je ja, met name aangevallen. Of geraakt door je tweelingziel. Vaak is dat dan 3D-energie waar je dan mee verbindt. En weet je, als je daar wat meer bewust van wordt en dat ook het leert integreren in je leven, dan kun je ook beter de zaken relativeren. En dan kun je ook veel meer vanuit je eigen kracht blijven handelen, waar je ook mee te maken krijgt. Tot slot was de mooiste kaart. Is, even kijken, Alphen schijf parasieten. Ik neem aan dat je dat bedoelt naar aanleiding wat ik zei van afscheid nemen van mensen, hè, de frenemies of de mensen die heel veel energie zuigen. Ja, je mag ze parasieten noemen, dat kan. Het gaat erom dat mensen heel erg zuigen. Hè? Het is alleen maar zuigen en niet geven. Dat soort mensen heb ik het over. Die heb je ook, punt. Dan kijk je een andere keer of je kijkt vanavond, staat hij online. Oké? Okay? Werk ze. Goed, de laatste kaart voor de tweelingzielen. Dit is echt voor de tweelingzielen, maar ook als je niet in de tweelingzielenreis zit, dan is deze kaart ook voor jou. Is de New Moon. Wauw, dit is gewoon een nieuw begin. Het is een nieuwe start. En er staat ook promise, de belofte. De belofte die het universum aan jou maakt, als het ware. Dat je wordt ondersteund, dat je wordt gedragen. Niet alleen maar in de tweelingzielenreis, maar in alles wat je doet. Zolang je datgene doet wat ik net allemaal heb beschreven. Zolang je je los weet te maken van alles wat jou niet meer dient. Dat je daar afscheid van kunt nemen. Dat je voor jezelf durft te kiezen. Dat je goed kijkt naar wie je bent en jezelf op waarde weet te schatten. Dat je naar binnen keert. Dat je voldoende tijd en energie besteedt aan ja, wie jij bent en wat jij nodig hebt in het leven. Maar ook van hoe kan ik zoveel mogelijk plezier hebben in het leven. Hoe kan ik zoveel mogelijk in een heerlijke flow zijn? En niet jezelf onderschatten. Maar ook niet overschatten. Hè? Maar vooral niet jezelf onderschatten. En ja, jullie kunnen het waarschijnlijk zien. Er zit een boompje daar. Die is aan het groeien en aan het bloeien in het donker. Wat mij ook zegt, wat het universum ook tegen jou zegt, is weet je, als heel veel dingen gebeuren vaak op de achtergrond. Dat hoeven mensen niet eens te zien. Maar als het dan compleet is, volmaakt is, voltooid is, die afronding, hè, nummer 9, getal 9, ja, dan heb je gewoon een fantastische horizon als het ware om naar te kijken en om naar uit te kijken. En deze kaart, hè, want ik heb hem nu in het algemeen benaderd, maar als we hem gewoon puur benaderen vanuit de tweelingzielenreis, dan is het heel belangrijk dat je jezelf gaat reinigen, gaat zuiveren. Zowel jij als je tweelingziel, maar ik spreek jou nu aan. Ik spreek tot jou. Reinig jezelf van alle ballast wat jou niet meer dient. Zorg ervoor dat je ja, toch wel met zuivere intenties in de tweelingzielenreis zit. Wat daarvoor nodig is, dat je af en toe terugtrekt. Oh, fantastisch. Ik heb nu 8-8 op mijn schermen. Geweldig. Dat je even terugtrekt. Tijd tot jezelf neemt om goed na te denken, maar vooral te voelen. Voelen in deze connectie. Wat er nog is en waar je van af mag en waar je nog meer van zou willen. Want zo kun je weer terugkomen in je eigen kracht. Hè? En gaat handelen vanuit je kracht en vanuit geduld en vanuit vertrouwen. Zodat jullie met z'n tweeën een mooie reis hebben. Of nader tot elkaar komen. Want deze kaart gaat ook over nader tot elkaar komen. Dus voor een aantal van ons zal dat best zo zijn. Misschien krijg je morgen wel een heel mooi berichtje van je tweelingziel. I don't know. Let me know. Dus dat is eventjes voor 9-9 en ook wat mij betreft de energie voor deze week. Maar we gaan even verder kijken. Allereerst nogmaals hartelijk welkom iedereen die aanwezig is vandaag. Fijn dat jullie er zijn. Het is natuurlijk een andere dag. Ik blijf het op de dinsdag doen voorlopig. Dat is even het ritme. Ik ben nog wel aan het kijken naar het tijdstip. Ik heb nu voor 3 uur gekozen. Even kijken hoe dat is. En ik laat jullie bij tijds weten van hoe dat gaat zijn. Of wat ik toch in de ochtend ga doen. Ik moet even kijken hoe dat allemaal gaat. Maar ik laat jullie dat allemaal op tijd weten.
Allereerst hartelijk dank aan al mijn YouTube-abonnees. En ja, iedereen die mij support, die mij steunt, die mij lieve berichtjes stuurt. Die in de Facebookgroep zit, die zich heeft aangesloten. Die meegaat met mij en alle andere fantastische vrouwen en mannen die in de tweelingzielen reizen. Dat we allemaal met elkaar kunnen delen in de besloten tweelingzielengroep. Nou, dat is echt voor mij een droom die aan het uitkomen is. Dus dank daarvoor. Dank jullie wel iedereen die bij mij een reading heeft geboekt. Dank jullie wel voor jullie vertrouwen, voor jullie liefde. Dank je wel aan alle mensen die hebben gedoneerd via mijn PayPal link. Wat je altijd onder mijn YouTube video's vindt. Ik ga hem trouwens nog op Instagram plaatsen. Als je geen PayPal hebt, heb ik ook een daaronder staan van dat je mij gewoon een berichtje kunt sturen. Dan stuur ik je een tikkie. Ja, en voor de rest iedereen met wie ik interact op Instagram, op Facebook. Ja, dank jullie wel. Echt, ik krijg er hele warme gevoelens van. En jullie zijn echt mijn family. Dus ja, door jullie krijg ik gewoon heel veel energie om dit te blijven doen. En dus blijf mij liefde geven en ik ga jou jullie liefde ook weer teruggeven. Ik vind het echt fantastisch, ik geniet ervan. En omdat mijn familie alweer 750 en meer familieleden telt, we gaan richting de 1000. I cannot wait. Maar nu eerst even hierbij stilstaan. We gaan nu vieren dat ik 750 abonnees ben gepasseerd. En daarvoor heb ik een winnares. Ik moet even kijken, want jullie hebben meegedaan met de giveaway. Ik heb één winnares en daarnaast heb ik ook nog een korting voor. Want ik dacht, ja, er hebben best wel veel mensen meegedaan. Dus die korting geldt alleen maar vandaag is alleen maar tot met 9-9. Tot 9-9, 12 uur. Hi, geldt die korting. Maar ik ga eerst even vertellen wie de winnares is. Haar naam is Sharif Nadia. Ik denk Nadia Sharif. Dus Sharif Nadia of Nadia Sharif. Jij hebt gewonnen. Jij bent de winnares van de giveaway van de 750 abonnees. En bij de 1000 ga ik 2 dingen weggeven. 2 grote dingen ga ik weggeven. Dus ik kijk daar enorm naar uit. Als je dat niet hebt gedaan, abonneer je op mijn YouTube kanaal. En vergeet niet te klikken op het belletje, zodat je een notificatie krijgt. Zodat je een berichtje krijgt, zodra er een nieuwe video is geüpload. En voor de mensen die hebben meegedaan. Dus alleen de dames en heren die ik in mijn mailbox heb staan. Dus alleen als je hebt meegedaan, heb ik voor jou een korting van €7,50 op een short and sweet reading. Dus wat ik nu heb weggegeven, op een short and sweet reading. En dat betekent dat die dan €47,50 kost, de short and sweet reading. En dat kan je dan tot en met morgen, dus tot en met 9 om 12 uur. Nou ja, misschien zien mensen pas morgen. Dus doe maar tot en met 10 september 12 uur. Kun je aangeven of je daarvoor van gebruik wilt maken. Goed, ik heb alles hier heel netjes gezet, maar nu kom ik niet bij mijn kaart. Hè? Dus ik moet even een paar dingen gaan verbouwen. Momentje alsjeblieft hoor. Dan ga ik nog even snel kijken naar de rest van de week. Met jullie. Oh, heerlijk. Yes. Dus hartelijk gefeliciteerd, Nadia. Ik ben altijd heel slecht in namen. Nadia Sharif. Als ik je naam verkeerd uitspreek, mijn excuses daarvoor. Maar goed, jij bent de winnares. Ik neem contact met jou op. En dan kan je deze week met mij een reading hebben. En iedereen die zich heeft aangemeld voor de giveaway, die mee heeft gedaan, die kan voor met de korting van 7,50 kan je dan een short en sweet reading bij mij boeken. Maar dat heb je dan de tijd om hem te boeken tot en met 10 september 12 uur. Hi, heb je bijna misgelopen? Ja, nou heel fijn dat je er bent. Ik ga even met jullie kijken naar deze week. Ik gebruik dit keer even andere kaarten voor wat andere energieën. Als je het niet hebt gedaan, meld je aan voor de... Ik heb jeuk, sorry, kriebel aan mijn neus. Anders ga ik zo heel hard niezen, een momentje hoor. Ook dat gebeurt tijdens de live. Oké, dus als je dat niet hebt gedaan, meld je aan voor mijn Facebook community. Die, daar kan je voor aanmelden. Graag via mijn website dat doen. Er staat ook een link bij. Ik wil ook iedereen vragen die in de community die zich nog niet heeft aangemeld via mijn website om het alsnog te doen. Ik vind het prettig om bij te houden wie er in de community zit. Dat vind ik gewoon heel fijn. Ook omdat we een hechte community gaan worden, steeds hechter. We gaan allemaal mooie dingen met elkaar delen. En ik wil daar toch wel een soort van zicht op hebben van wie er nou allemaal in de groep zit. Daarnaast aankomende vrijdag ga ik live, geef ik een masterclass over de 3e, de 4e en de 5e dimensies. En zo zijn er nog meer dimensies, hè. Volgens mij zijn het de 12 of zelfs meer.
En dan ga ik daar verder dieper op in over de energie van die dimensies. En wat, dat, he, wat het effect daarvan is op je tweelingzielenreis. Wat de impact daarvan is als je daar niet voldoende bewustwording op hebt ontwikkeld. Kijk, als je daar al bewust van bent, hartstikke mooi. Super fijn, ook dan tof dat je erbij bent. Maar het gaat om een stukje bewustwording. En hoe je die energieën kunt inzetten om bijvoorbeeld... om bijvoorbeeld wat sneller te manifesteren. Maar ook als je bijvoorbeeld wel heel veel drama meemaakt in je tweelingzielenreis. Dat je beter kunt relativeren. Goed, onder andere. Daar gaat de masterclass over. Goed, er viel al een kaart. Gaan kijken naar deze week. Deze week is Judgment. De kaart The Call. En ik vind het... altijd een hele mooie spirituele kaart. En de Ace of Earth. Wauw, en de King of Fire met de Three of Water. En onderkant dek is de Ten of Water. Of de Ten of Fire. Ik hoop dat je goed kan zien. De 10 van vuur is oftewel de 10 van staven. Er is een, wederom een voltooiing. Er komt iets tot een eind. En volgens mij zeg ik dat elke week. En het lijkt me ook logisch. Omdat alles heeft een nieuw begin en een eind natuurlijk. En kijk, ik dacht even slim te zijn geweest om alles hier voor mij te zetten. Maar dat doe ik dus ook niet meer. Want dat werkt niet echt helemaal zoals ik wil. Alright. De energie is voltooiing, afronding, completion. Hè, we hebben het al gehad over 9. Maar deze week is daar ook wel iets. Ik heb het idee dat een aantal van ons echt een soort van innerlijke opruiming hebben gehad. Of nog gaan krijgen. En dit is echt de kaars. Hij verbrandt ook allerlei papier. Dit is echt gewoon dingen verbranden, achter je laten. Door het putje doorspoelen. Niet meer ernaar kijken. Een aantal van ons is het ook de uitnodiging van als je echt te veel op je bord hebt nu. Te veel verantwoordelijkheden of te veel zorgen. Of je moet heel veel werken, keihard werken om daar echt wel op te letten dat je wel voldoende tijd besteedt aan jezelf en aan de zelfzorg. Dit wat mij betreft gaat ook hand in hand met de purification kaart, hè? Voor de energie van morgen. Reinig jezelf van alles wat zwaar weegt. Je kan ook letterlijk dingen verbranden. Hè? Dat is ook een hele mooie ritueel om te zuiveren. Goed, ik ga even kijken naar deze week. Ik denk dat er een onthulling gaat zijn. Over iemand die niet helemaal eerlijk is geweest. Hè, dat is allemaal heel algemeen wat ik doe. Dus het geldt niet voor iedereen. Als het met je resoneert, geef deze reading en video een like. Maar goed. Er gaat een onthulling zijn of iemand valt letterlijk door de mand. Of de leugens die zijn ineens zichtbaar. Als de maskers gaan af. Dat geldt voor een aantal mensen, voor een aantal van ons. Daar kan je mee te maken hebben deze week. Verder is het dus de Ace of Earth met de Call. En de Call is altijd judgment, is het oordeel. Kan letterlijk zijn dus inderdaad dat iemand die valt gewoon letterlijk door de mand. Hè, je doorziet die persoon. En misschien doorzag je die persoon al. Maar goed, kon je daar niet helemaal helder in zijn. Of je kon je vinger niet opleggen. Of het was allemaal niet duidelijk. Deze week gaat die persoon zijn ware aard laten zien. Voor een aantal van ons. Aan de andere kant kan het ook te maken hebben met het feit dat je deze week ook vooral... even rustig aan. Ik krijg zoveel informatie binnen. Eén moment. Eén voor één. Oké. Dat deze week... En met name met morgen, de energie van morgen, die 9-9. Dat je nieuwe inspiratie gaat krijgen. Nieuwe inspiratie wat jou gaat helpen om het pad waar je op zit, om daar de juiste stappen in te gaan maken. Dat voel ik voor een aantal van ons. Je gaat echt een soort van wake-up call krijgen. Hoeft niet per se deze week te zijn, kan ook doorlopen naar volgende week. Of de hele maand september. Dat centraal staat in de maand september voor jou. Ik zie nu in 2 schermen 9-9, dus dat vind ik al heel mooi. Dus in de maand september of deze week staat centraal voor jou dat je de informatie doorkrijgt wat jou gaat helpen om de juiste stappen te zetten. Of althans de juiste dingen te doen die jou gaan helpen bij jouw pad, bij jouw toekomst. Dat is wat ik even helemaal zo doorkrijg en ook zo zie. En je gaat het spannend vinden. Je gaat het heel eng vinden. Ik krijg het toch heel warm nu.
Het doet een beroep op jou om je even te distancieren van... Misschien is het een partner of het is iemand anders in je omgeving. Die natuurlijk zijn best doet om jou te beschermen. Maar daardoor kan die persoon jou ook ervan weerhouden om deze stap te nemen. Dus laat ik het zo zeggen. Die persoon ziet graag dat jij het allemaal rustiger aandoet. Of stap voor stap gaat doen. Of beetje bij beetje. Dus niet in één keer voluit. Terwijl aan de andere kant heb ik ook het gevoel dat het universum juist aan jou vraagt om door te pakken. En om wat jij doorkrijgt als ingeving daar niet aan te twijfelen. Niet over na te gaan denken, maar direct op te handelen. Wat het ook mag zijn. Oké, die channeling krijg ik even door. Ik heb het ook heel warm ineens. Dus het is voor een aantal van ons of voor één iemand. Ik weet niet, ik hoop dat de boodschap je bereikt. En doe er iets mee. Dat is echt wat ik doorkrijg. Dus voor een aantal is echt de call, letterlijk de call. Je wordt geroepen. Je voelt ook echt aan alles dat ja, this is it. Als het gaat over een werk, dat je misschien aan het solliciteren bent, kan je ook deze week een hele mooie aanbieding krijgen als het gaat om werk. En dan is dit ook echt de baan voor jou. Of je gaat met je bedrijf iets nieuws doen. En dat je echt het gevoel hebt van, wauw, dit is wat ik altijd al had moeten doen, bij wijze van spreken. Ik heb het nog steeds heel erg warm. Die Ace of Earth. Ja, de Ace of Earth. Aces zijn altijd een nieuw begin. Het kan zijn een nieuw begin in de liefde. Het kan zijn dat je, ik krijg door een huis, een nieuwe woning hebt, een nieuwe woning krijgt. Of een nieuw terrein gaat kopen. Of misschien vraagt iemand je wel ten huwelijk. Weet je, dat soort dingen is wat ik doorkrijg. Maar hoe dan ook, is het iets solide? Is het iets voor de lange termijn? Is het iets waarop je verder kunt bouwen? Dus ook weer, als je gaat solliciteren, kan het best zijn dat jij de baan krijgt deze week, tenzij pas volgende week wat hoort. De Four of Air met de King of Fire en de Three of Water. Ja, fantastisch. De Four of Air, de Vier van Zwaarden, komt overeen met Solitude. Ja, dat is deze kaart. Wat ik zei, dat je helemaal gaat nadenken over jouw rol hier in deze wereld op aarde. De rol die je vervult in je gezin. De rol die je vervult op werk. De rol die je vervult in je eigen leven. Of je daar tevreden mee bent. Of dat is... Oh, wauw. Goed zo, Yvonne. Tijdens de burn-out begin ik deze week weer heel langzaam mijn werk weer op te pakken. Heel goed. Ga door. Ja, dus of als het gaat om jouw rol, of hetgeen wat je aan het doen bent, of dat jou echt de ultieme voldoening geeft. Of dat je inderdaad wat meer mag gaan luisteren naar je call of calling. En dat is met name je intuïtie, de roep van het universum, om veel meer te gaan doen waar jij nou echt blij en gelukkig van wordt. En waar jouw hart, hè, zie je het mooie hart van de King of Fire, waar jouw hart echt een sprongetje van maakt. Deze kaart gaat over passie, over gefocust zijn, over je doel achterna, over datgene gaan doen waar je echt, hè, dat is trouwens ook, hè, ik heb het net ook gehad over Mars, dit is ook de kaart van Mars. Dit is de kaart van vuurtekens, hè, van de rammen, de leeuwen en de booschutters. Dus dat je echt datgene gaat doen dat jou in vuur en vlam zet. Maar ook weer het vuurtje in jou aanwakkert. De Three of Water is een mooie kaart van celebration. Oh, even kijken. Ja, is een mooie kaart van celebration, van viering met familie, vrienden, maar ook met jezelf. En wat ook heel belangrijk is, is om stil te staan bij je zegeningen, stil te staan bij alles wat mooi is in je leven, alles wat goed is in je leven en om veel meer het leven te vieren. Dus deze week, hè, wat ik het al zei, met morgen natuurlijk die 9-9, ik zou als het kan, ga morgen ook gewoon manifesteren. Doe een mooi ritueel. Kom met jezelf in het reinen. Hè? De purification waar we het over hebben gehad. En aan het eind, kijk, het blijft echt een mooi kaartje. De promise. Vertrouw erop, het universum jou draagt. Jou belooft dat het goed komt met jou en in je leven. Hallo. Oké. De Divine Doors. Ik ga een kaartje voor ons trekken van de Divine Doors. Oeh. En nog eentje. Oh. Oké.
Ja, ik voel echt wel dat een aantal van ons of één iemand... jij negeert gewoon jouw calling. Jij negeert gewoon wat aan jou wordt gevraagd. En waarschijnlijk heeft dat te maken met angst. Lieverd, the universe is telling you now. Nu. Nu is het de tijd. Ga ervoor. Volg je hart. Volg je pad. En ja, wat kan er misgaan? Niks, want in ieder geval ben je een ervaring rijker geworden. Zo zie ik het tenminste. Oké, de door is... Wauw, mijn lievelingskleur. De blauwe door. De divine door die ik voor jullie heb getrokken is in ieder geval blauw. En blauw is trouwens een hele mooie kleur. Het is trouwens ook een kleur van zuiveren. Van zuiverheid, van purity. Hè? En er staat secret sketches. Wonder and seek the familiar and friendly kind. Draw memories in sketches for others to find. Dus de secret sketches. Wonder and seek the familiar and friendly kind. Draw memories in sketches for others to find. En ik interpreteer hem als de secret sketches. Dus de geheime tekeningen, de geheime boodschappen. Ja, de tekenen die je of krijgt van het universum of in je tweelingzielenreis. En dat het tijd wordt dat je die gaat volgen. Dat het tijd wordt dat je die gaat onderzoeken. Want die gaan jou verder brengen. Dus let op de tekenen deze week. En dan hadden we deze morning memory. En dat is de donkere deur, de bruine deur. Morning memory. It's a healing gift. Its healing gift runs a destined course. The morning dawn. Our inspired source. En er staat onder meditate under the sun. Dus nog een keer. It's a healing gift. Nee, zeg ik vijf keer. Tada! Its healing gift runs a destined course. The morning dawn. Our inspired source. Meditate under the sun. Oké, dus morning memory. Het gaat over meditatie. Het gaat over de zonsopkomst als het ware. Ook weer een nieuw begin. En dat heeft betrekking op, waar is die kaart nou? Deze. Om je even terug te trekken, te mediteren, goed te voelen naar... Goed te voelen en nadenken van over wat ik nu wil. En dan met name kijk ik naar de toekomst toe. Ja? Dus de eerste deur is let op de tekenen. En de tweede deur is naar binnen keren. Zodat je een helder beeld kunt krijgen over jouw toekomst. En misschien krijg je tijdens meditatie ook allerlei tekenen door. De laatste is ook een donkere deur. Het zijn trouwens de Divine Doors kaartjes. Ik vind ze zo schattig. Change beckons. The path is shifting. The road leads a new way. Do not be alarmed. As change beckons today. Dus nog een keer. The path is shifting. The road leads a new way. Do not be alarmed as change beckons today. En dat is echt de call voor een heleboel van ons. Die we mogen beantwoorden. Goed, tot slot. Leuk. Nu zit ik heel dicht op jullie, hè? Ja, ik ga de kaarten niet meer voor mij zetten. Ik ga ze echt ergens anders zetten. Even kijken naar een mooie engelenboodschap. Die ik mee ga geven. Een heleboel. Ach, geweldig. Ach. Heerlijk als alles zo aansluit. Deze kaarten die heb ik deze week... ik weet niet wat het is. Die komen wat vaker voor. De eerste is Angel of Clearing. Nou, waar ben ik mee begonnen? Hè? Ik ben begonnen met Purification. Dus het is heel belangrijk om je te reinigen deze week. Alle oude ballast, hè? Weg. Want nummer 9 staat voor afronding. Maar het staat ook voor het pad vrijmaken. Zodat nieuwigheid binnen kan komen. Zodat nieuwe kansen, mogelijkheden. Alles wat gewoon nieuw is. En wat jou gaat helpen om naar de next level te gaan. In je ontwikkeling, in je leven. Of het leven te gaan leiden wat je graag zou willen. Alles wat dat in de weg zit, mag je opruimen. Dus de Angel of Clearing is your time of waiting and confusion will soon be over. Dus er komt een eind aan, maar daarvoor moet je wel zelf iets doen. Dat is jezelf reinigen.
Tweede was Angel of Manifestation. Oh yeah. Zaterdag ga ik het hierover hebben. Nou ja, het is onderdeel van wat ik ga bespreken. Als het gaat over de derde, de vierde en de vijfde dimensies. Die ga ik meenemen. Je hebt natuurlijk veel meer dimensies. Maar ik ga me in ieder geval focussen op de derde, de vierde en de vijfde. In de besloten Facebookgroep. Dus als je er zaterdag bij aanwezig bent, dan ja, super tof natuurlijk. En dan kun je natuurlijk wat voor jezelf ook nog wat meer leren. Of als je het allemaal kent, is het natuurlijk een opfrismoment. Angel of Manifestations. Your efforts, determination and perseverance have paid off. En dat is dus deze kaart. The promise. Universum belooft jou dat het goed komt. Dat je gedragen wordt. Dat het goed zit in je leven. En dan krijgen we the God of the Underworld. Nou, daar hebben we het ook al over gehad, hè? Prachtige kaarten vind ik dit. Jullie ook? Laat even weten wat je van de kaarten vindt. Deze kaarten die ik gebruik. And the God of the Underworld is something which no longer serves you is about to end. Dus wederom een ending van iets wat jou niet meer dient. Er komt een eind aan iets. Echt waar. Dat is dus ook deze kaart. The Ten of Fire. Ja. En tot slot de Goddess. Of beauty. Dankjewel. Ik vind ze ook echt super mooi. The goddess of beauty. You are a wondrous being of light. There's nothing to change or fix. Ik ga hem even herhalen. Want ik voel dat een aantal van ons dit echt gewoon goed moeten horen. Nog een keer. You are a wondrous being of light. There's nothing to change or fix. Je bent precies goed zoals je bent. Punt. 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 Dat is denk ik de boodschap voor deze week. Je bent precies goed zoals je bent. Je kan alleen maar nog mooier, nog beter, nog geweldiger, nog fantastischer worden. En dat kun je doen door jezelf te reinigen van alle ballast wat jou niet meer dient. He? Doe dat ook. Angel of Clearing. Losmaken, niet alleen maar energetisch, je gedachten, mensen, je voeding, weet je, en ga zo maar door. Weet dat je de kracht hebt om te manifesteren. Je kan alles manifesteren wat je maar wilt. Dat is deze. En ook al is deze kaart echt specifiek bedoeld voor de tweelingzielen, zie je dat? Jullie zitten met elkaar te kijken naar... Hè, wat ik net zei, dat is niet door, toch? Kijken naar de zonsondergang of naar de zonsopkomst. Hè, het is maar hoe je het bekijkt. En, maar goed, deze kaart herinnert je er ook aan deze week dat het universum jou draagt. Heb vertrouwen in het universum. Heb vertrouwen in je pad. En heb vertrouwen in dat het allemaal goed komt. Zolang je gehoor geeft aan... Punt, period, yes. Zolang je maar gehoor geeft aan... Wat jou ingegeven wordt. Het zij intuïtief. Het zij tijdens gebed. Het zij in meditatie. Het zij whatever. Welk moment dan ook. Dat je daarnaar luistert. En dat je niet luistert naar de stemmetjes. Of de mensen die jou ervan weerhouden. Om iets wel of niet te doen. Alright? Ladies and gentlemen. Dank jullie wel voor jullie aandacht. Voor jullie tijd. Ik wens iedereen een hele, hele mooie week. En natuurlijk nogmaals gefeliciteerd aan... even spieken... Nadia, ik ga contact met jou opnemen. De mensen die hebben meegedaan en die toch nog een short and sweet reading willen ter waarde van €55. Tot en met 10 september kan je het aan mij doorgeven. Krijg je een korting van €7,50. Dus dan kan je die reading van een half uur voor €47,50. Maar dat geldt alleen voor de mensen die hebben meegedaan aan de giveaway. Dus als het goed is heb ik al jullie namen hier in het systeem staan. Want die heb ik net ook ingevoerd. En daar is ook Nadia als winnares uitgekomen. Dus als het goed is kan ik dat zien. En zaterdag ga ik in ieder geval live in de besloten Facebookgroep. Als je nog niet hebt aangemeld, meld je aan. En als je nog niet geabonneerd bent op mijn YouTube kanaal, abonneer je op mijn YouTube kanaal. Tot volgende week. En ja, a lot of love en heel veel virtuele hugs voor iedereen. En ik wens iedereen een fantastische week toe. Doei doeg! Ciao! Tot ziens! Dag Sylvia! Dag Sietse!